Liftend van Nederland naar Lissabon in Portugal voor hun profielwerkstuk. Barend en Yannick, a.k.a. de Lissaboys, hadden geen zin om een verslag te schrijven en dus besloten ze een documentaire te maken over liften. Op TikTok deden ze hun avontuur. Scoren tot nu toe 22 lifts in 6 dagen. Veel volgers van de Lissaboys vinden het tof, maar sommigen maken zich ook zorgen om hun veiligheid. Maar de jongens zoeken voor hun docu vooral uit hoe ze vertrouwen kunnen winnen tijdens het liften. En dat doen ze door de mensen die hen een lift geven te interviewen. En daar waren we dan, de twee onervaren lifters op een reis naar Lissabon. Hier haalden we baan nog eventjes op, vol met energie zo te zien. Op de meest strategische plek, midden in het land, bij tankstation Schijwijk. En we waren klaar om Europa te veroveren. Lissabon, dit is dag 1, uur 1. Dag 1, uur 1. Oh, yes. Dit is Lissabon City. En hier starten we eindelijk onze reis. In 7 dagen, 3142 kilometer, 26 lifts en maar liefst 587 opgenomen video's. Allemaal met één vraag. Hoe ontstaat vertrouwen tussen lifter en liftgever? En daar zaten we dan, in onze allereerste lift richting Breda. Gelukkig hebben we daarna ook nog een snelle lift kunnen fixen richting Antwerpen. We zitten nu net voorbij Antwerpen. Dat is een prachtig tankstation, jongens. En daar zit die eerste rijder. Lekker een bordje aan het schrijven. Nee. Did you enjoy having us as hitchhikers? Yes, because I learned lots of things. Learned lots of things? About the school system in Netherlands, mm-hmm. About the way of working on the youth, mm-hmm. In Netherlands. So it has been a good experience. Will you do it again? Take a maybe not. It is my first time with hitchhikers. No. Only if it's us. Only two. Only if it's us. Na wat mooie gesprekken te hebben gehad met Thomas Molina, zijn we veel over hem te weten gekomen. In de auto hebben we een schriftelijk interview gedaan met Thomas. En antwoordde hij op de vraag, waarom heeft hij ons meegenomen, het volgende. Omdat jullie blond zijn en er aardig uitzien. Als jullie er anders uit hadden gezien, was het moeilijk geweest. En dit antwoord is niet gek. In de onderzoek dat is gedaan in 2003 is er gebleken dat mensen uit zuidelijke Europese landen, zoals Spanje, Italië en Portugal, een veel minder grote bereidheid hebben tot interactie met mensen met een niet-Europese achtergrond en ook sneller deze vermijden dan mensen in noordelijke Europese landen. Dit kan verklaren waarom hij ervoor koos om ons mee te nemen, terwijl hij zelf vertelde dat hij nog nooit lifts had meegenomen. Stond ik even met een lift van, hoe heet die meneer ook weer? Xavier. Heel aardig meneer, hij luistert naar techno, hij houdt van raves. En hij heeft ons hier bij Texion afgezet. En we dachten, nou, het is al laat, we hadden niet verwacht dat we nog een lift zouden krijgen. Dus we hadden denken van, ja, we gaan door tot een uurtje of 8, 9 of zo, dan gaan we ons tentje opzetten en gaan we lekker slapen. En Baden loopt naar een gast hier, een Spaanse meneer. Bij die auto daar? Van die auto daar. En hij ziet er een beetje uit en we dachten van, nou, weet je zeker of we het wel willen vragen aan deze meneer. Maar goed, we vragen hem en hij zegt van, we gaan met Google Translate. Hij is Spaans. Hij is helemaal Spaans. Hij spreekt geen woord, bijna geen woord Engels. Met Translate hebben we hem overgehaald om ons mee te nemen en vragen, waar ga je naartoe? Hij zegt Madrid. Naar Madrid. We zijn halverwege Frankrijk. Hij gaat naar Madrid. Wat is de kans? Dus hij zegt, waar ga je? Hij zegt, ja, ik ga eerst slapen. Dus hij gaat eerst slapen. We gaan dus tot 3 uur 's nachts. We gaan nu in onze tentje slapen. Yo. Kijk, zo we zijn. Het is nu 3:07 s'nachts. We staan nog steeds op hetzelfde tankstation, maar we hebben goed nieuws. De auto staat er nog. Deze auto, jongens. Deze fantastische wagen. Meneer zei wel dat hij de tolweg gaat vermijden. Dus het kan zijn dat het misschien iets langer duurt dan een half loopt. Goed nieuws.
We zijn uit de auto. Nee. Niet alleen dat, we zijn nu in Spanje. Ja, hij is net niet de snelweg. Maar het... Dit is de snelweg, maar daar hebben we net overheen gereden. En we zijn... We hebben 12 uur? Ja, 12 uur hebben we gezeten. 12 uur gezeten. Van 3 uur 's nachts tot 3 uur 's middags. We zouden met Gustavo eigenlijk helemaal naar Madrid rijden. Toch zijn we eerder uitgestapt in San Sebastian. Het komt omdat we eigenlijk helemaal geen communicatie met Gustavo hadden. Waardoor we geen goed interview konden afnemen. En door eerder uit te stappen konden we meer lifts nemen en dus meer interviews doen. Wat beter is voor de betrouwbaarheid en de validiteit van ons onderzoek. What was your impression when you first saw us? Like a stupid Dutch people. You seem a little Dutch baby, so... we were everywhere. Yeah, I know. And why did you decide to pick us up? Well, I've never done that, so... Will be also... fun for me, no? To get to know you, because... You're not scared we kidnap you? In het kader van het onderzoek is het interessant om te zien hoe mensen snel oordelen vormen op basis van beperkte informatie. Zoals in het antwoord van onze liftgever. Onthulde hij dat het eerste indruk was dat we er erg wanhopig uitzagen. Dit sluit aan bij het idee dat mensen, wanneer ze weinig informatie hebben, vertrouwen op stereotypen en cognitieve categorieën om gedrag te klassificeren. Het lijkt erop dat het uiterlijk, in dit geval de perceptie van wanhoop, een rol heeft gespeeld bij zijn beslissing om onze lift aan te bieden. Now, our last question is, do you think more people should hitchhike, or do you think it's something of the past? That's a good question. Well, I think that they should do more. I think it's an amazing adventure. I've never done it because I'm quite scared to do those type of things. But honestly, I envy you. I'm in Bilbao, man! Na een lekker nachtje slapen in Bilbao zijn we de meter opgestapt naar een goede liftspot. En zijn we nog wat vrienden tegengekomen. Wil jullie jezelf even voorstellen voor de camera? Oh wel, zo. Ik ben Jens. En ik ben Jesse. Denken jullie dat lift gevaarlijk is? Of... Ja. Want dat horen wij vaak van mensen die dan zeggen van... ja, ga je liften? Is dat gevaarlijk? Ja. Waarom is het niet? Wil ik geen lance meer, maar ik nee. Ik denk als je met twee bent, zeker dat je dan wel redelijk oké bent. En luister naar je intuïtie. Ja. Hoewel wij later pas aankwamen op het tankstation, is het ons eerder gelukt om een lift weg te krijgen. Je kan maar weer zien dat Nederlanders weer beter zijn dan Belgen. En van Bilbao zetten we ons liftavontuur voort. We gingen naar Santander, waar we gelukkig nog een liftje kregen naar Gijón. Dat was ons einddoel voor vandaag. En daar hebben we heerlijk een rustig nachtje geslapen om de volgende dag weer keihard door te knallen. Meteen daarna hebben wij een lift kunnen krijgen van een professional surfer naar Oviedo. En hebben vanaf daar een klein stukje de trein gepakt, aangezien het heel slecht weer was. Na lang wachten hebben we ook nog een lift naar Lyon kunnen krijgen, een stadje over de bergen. En daarna hebben wij in de laatste zonnestaan nog een lift naar Benavente kunnen krijgen aan de Portugese grens. En viel de nacht. We gingen meteen slapen om de volgende ochtend meteen weer een goede lift te pakken. We zijn nu op de snelweg naar Schat. We zijn opgepikt door deze twee super aardige heren. Caravan verhuurders. En die gaan we helemaal naar Braga brengen. En die hebben zelf een slaapplek voor ons geregeld. In deze caravan? In deze caravan mogen wij slapen. En dan kunnen wij Braga ontdekken. 1, 2, 3. Welcome to Portugal. Thank you. Woo! It's the best country of the world. Yes? Why? The good girls, good food, is the beautiful place. Let's go! Hier door het eten meegenomen door onze grote vrienden Pedro en Rui, echt de liefste mensen ooit. We kregen ook nog een rondleiding door onze stad Braga, die we nu op ons duimpje kennen. Wat is er nu gebeurd? We hebben gewoon de sleutel gekregen tot deze camper hier. Deze... Gast. Dit is niet normaal. Zo lief. En ze hebben gewoon sleutel gegeven gewoon en... De meneer die ons heeft opgepikt heeft een camperbedrijf. En hij heeft gewoon een camper voor ons gehaald. Die heeft hij op een parkeerplaats naast de supermarkt gezet. En nu kunnen wij hier in pitten voor vandaag. Nadat we met Hugo en Peter nog één keer het Braga's en nachtleven hebben ontdekt, zijn we meteen doorgegaan voor een goede lift. Yo. We zijn hier op een parkeerplaats. Daar ligt Boa. We hebben net een lift gekregen naar Porto. Daar staat het. Lisboa, A1. Welke lift zitten we? De allerlaatste.
het allerlaatste. Het is gelukkig. Dag 7, documentaire over Vals PWS. Wat is volgens je, voor jou het mooiste moment van deze week? Het mooiste moment, ik denk 2 dagen geleden zaten we vast in de bergen bij Gijón en moesten naar Leon. Ja. Toen zaten we denk ik 5 uur, 4,5 uur. Oh, verschrikkelijk. Vast op het tankstation, toen weer in een dorpje. Mm-hmm. Dat je dan denkt, ja van, dit gaan we niet halen, hier gaan we slapen. Mm-hmm. Dat je dan toch een lift krijgt. Ik weet nog dat we samen echt als kleine kinderen spoor in de lucht. Oh, was... elkaar knuffel gaven en die vrouw dacht echt, wat de fuck gebeurt hier? Ik heb nog nooit zoveel vreugde gevoeld in een lange tijd, denk ik. Wat was het allermooiste moment dat je deze week hebt meegemaakt? Deze week heb meegemaakt? Natuurlijk, ik vind het echt moeilijk om te zeggen, want we hebben wel echt, heel eerlijk, we hebben wel echt mooie momenten meegemaakt deze week. Wel veel grote verhalen geschept. Deze verhalen gaan we echt nog voor alles vertellen, denk ik. Ik denk het meest... Het mooie moment was dat Groei en Pedro ons toen meenamen naar het restaurant in Chaves. We hebben nog wel een paar video's van TikTok en zo. Maar dat was zo'n wel intieme plek waar ze ons wel meegenomen. Gewoon echt een Portugees restaurantje. En ze hadden ons gewoon laten kennismaken met de Portugese cultuur en met wie ze zijn. En ook al kenden ze ons niet, ze kenden ons misschien toen 1,5 uur of zo. Ja, nog ineens. Misschien niet eens 1,5 uur en ze hadden ons meteen al meegenomen als vrienden. Dit was hem dan. PWS 2023. Ja, ja, Lissabon. Het was echt een gek avontuur. Het was echt geweldig. We willen ook de mensen bedanken natuurlijk ook. Alle mensen die ons hebben geholpen. En de rest willen we bedanken. Maar ook gewoon alle mensen die op onze comments, ja, op de TikTok reageren. En onze vrienden natuurlijk die ons hebben geholpen door de weg heen. Ja. En ik vond het echt een hele bijzondere reis. Met allemaal gekke dingen hebben meegemaakt. Verhalen die we later nog kunnen gebruiken. Wie had dat aan verdacht? En ook nog fijn dat we nog onze kunnen doen voor ons PWS. En dan zien we jullie later. Yo. Thank you. Thank you very much. That's perfect. Download. Je hebt nog 2 minuten hoor. Ja, easy. 10 seconden. Je raakt de haat. Klik dit weg. Je haalt het makkelijk. Heb je de video, de documentaire er ook bij? In leven. Ja!